Hey, dit is Kevin van Snapshot Dojo en dit is podcast nummer 8. En ik zat net even op te schrijven wat voor onderwerp ik allemaal wil bespreken. En ik heb wat dingen opgeschreven, maar het is ook altijd leuk om gewoon go with the flow te gaan. En het eerste wat ik eigenlijk wilde vertellen is dat ik afgelopen week heb ik verschillende soorten fotoshoots gehad. Ik heb onder andere een hele grote familie van 16 personen gefotografeerd. Het waren, even kijken, 4 gezinnen met oma, waarvan 1 gezin in Engeland woont. Dus een hele grote groep, waarbij het grootste deel bestond uit volwassenen uiteraard en 1 klein kindje van bijna 2. En ik heb 1 belangrijke les geleerd, heb ik al een tijdje in de gaten, dat als je kinderen moet fotograferen, of het nou individueel is als in een portret of in een groep, zoals een familiefoto, dan is een geposeerde foto is heel lastig, omdat kinderen, ja, ze zijn natuurlijk puur emotie en die doen eigenlijk wat ze zelf willen, als het in ieder geval een heel klein kindje is, een jong kindje. Als ze wat ouder zijn, dan luisteren ze al beter, dus dan gaat het wel wat makkelijker. Maar dan nog is hun aandachtspannen is natuurlijk korter dan van een volwassene. Hoewel het tegenwoordig ook aan het veranderen is met smartphones en met snelle communicatie. Wat ik sowieso aanraad is als jij als fotograaf nog wat dingen moet instellen, is maak bijvoorbeeld eerst wat testfoto's met volwassenen. En als je eenmaal jouw licht hebt ingesteld, als je bijvoorbeeld in een studio werkt met flitsers, of je hebt de compositie bepaald van een groep mensen, dat dan pas later de kleine kinderen erbij komen staan, zodat ze niet zo heel lang hoeven te poseren. Dit is in ieder geval het geval bij groepsfoto's en geposeerde foto's. En wat er ook gebeurde is dat het jongetje van afgelopen donderdag, ja, die had niet zoveel zin om op de foto te gaan. Dus die begon een beetje te jengelen. En zijn ouders proberen hem dan een beetje op te beuren en een beetje enthousiast te maken voor de foto. Alleen ja, dat werkt natuurlijk niet. In ieder geval niet meteen. Dus wat dan handig is om te doen, om gewoon verder te gaan met het volgende gezin. Of even iets anders te doen, of het kindje laten wennen aan de situatie. Dat is heel belangrijk, want anders wordt het geforceerd en dat is nooit mooi. Dus dat heel even kort een tip over het fotograferen van kinderen. Oh ja. Ik ben nog even iets vergeten. Het is natuurlijk veel makkelijker. En dat heb ik een paar weken geleden gedaan. Is als jij kinderen moet fotograferen gewoon tijdens het spelen. Dus ik heb toevallig gefotografeerd bij 2 vrienden van mij. En één vriend heeft 2 kinderen en de andere vriend heeft 1 zoontje. En wat ik heb gedaan is gewoon tijdens het spelen in de tuin heb ik gewoon de kinderen gefotografeerd, waardoor het heel ongedwongen is en heel spontaan en de kinderen doen gewoon een ding en jij beweegt er als het ware tussendoor en omheen, in plaats van dat de kinderen zich aan jou moeten aanpassen. In het ideale geval is dat natuurlijk ook zo, alleen met hele jonge kinderen kan dat gewoon niet. Dus mocht je inderdaad kinderen fotograferen, dan raad ik aan om gewoon spontane shots te maken. En als je al geposeerde foto's wil maken, doe dat dan op zo'n manier dat de kinderen niet heel lang hoeven stil te staan. Of ja, als ze wat ouder zijn, dan is het natuurlijk helemaal geen probleem. En bij hele, hele, hele kleine kinderen, dus baby's, dan kun je ze ook fotograferen als ze slapen. Dat is natuurlijk nog makkelijker. Hoe anders is het als je volwassenen fotografeert? Ik heb afgelopen week, zeg ik dat goed? Ja, heb ik balletdansers en danseressen gefotografeerd bij het Nationaal Ballet. Althans, kostuums. Van hun. En wat er dan gebeurt is, dan heb ik een studio opgebouwd in een grote repetitieruimte. En tijdens een dansvoorstelling komen de dansers dan naar die studioruimte toe. En ik fotografeer ze dan in hun kostuum en ik maak ook close-ups van hun make-up. En wat hier heel belangrijk is dat, ja, eigenlijk ook hier moet jij je aanpassen aan de dansers, want zij moeten natuurlijk op. Zij moeten het podium op. Om op te trainen, als ik dat zo mag noemen, bij ballet optreden. Dus het is heel belangrijk dat je weet wat je doet. Dit zijn professionals, dus ja, het is dan ook gepast om een professionele houding te hebben en een professionele aanpak te hebben.
Dus wat ik dan zou doen en wat ik eigenlijk al nu een tijdje doe, is ik stel mijn instellingen in. Op mijn camera heb ik inmiddels een standaard waarde voor mijn belichting. ISO 800, zodat ik snel achter elkaar kan flitsen. 125 seconden als sluitertijd en diafragma F8. En ik heb inmiddels een soort werkwijze bedacht waardoor ik achteraf niet zo heel veel hoef te kroppen en hoef te knippen en na te bewerken. Ik zorg ervoor dat het hoofd van de betreffende persoon ongeveer op dezelfde hoogte in mijn kader zit. Waardoor de uiteindelijke foto's een uniforme stijl krijgen. In plaats van dat je verschillende afstanden, verschillende groottes van mensen hebt. En dit zorgt er ook voor dat je in de nabewerking ook minder hoeft te knippen en kroppen. Dus dat is gewoon tijdsbesparing. Wat wou ik nou ook weer zeggen? Oh ja. Dit had ik hetzelfde, maar dan bij de Nationale Opera. Die hadden enkele weken geleden hadden zij een gigantische monstervoorstelling. Van 3 dagen achter elkaar. Ik weet er het fijne niet van. Dat is best wel een interessante en complexe ook en filosofische gedachtegang van de creator. Aus Licht heet de opera. En het bestaat uit meerdere kleinere opera's. Maar ja, zoals je al kunt begrijpen, 3 dagen lang is gigantisch. Ik heb dus ook 3 dagen lang kostuums gefotografeerd. Uiteindelijk en make-up en close-ups en haardrachten en gekke attributen. Ik heb totaal iets van 2000 foto's gestuurd naar de opdrachtgever, naar de Nationale Opera. En verspreid over 3 dagen wel. Maar dan is het natuurlijk wel handig dat je zo'n standaard werkwijze voor jezelf aanleert. Omdat je anders in de nabrenging gewoon heel, heel, heel veel moet doen. Overigens was er ook de tijd voor om die personen op dezelfde hoogte te fotograferen. Tenminste, visuele hoogte in het kader van je zoekerbeeld. Dus dat kan ook gewoon. Kijk, als je heel veel mensen achter elkaar moet fotograferen, dan is het misschien de tijd om heel nauwkeurig je kader te bepalen. En ja, en dan moet je dat gewoon in de nabewerking doen. Maar dit was met vlagen. Dus het was met vlagen dat het gewoon even druk was. En daarna was het wel wat rustiger. Dus je had op zich wel redelijk de tijd om. En met druk bedoel ik dat ze niet dat ze haast hadden, maar dat ze gewoon met veel mensen tegelijk stonden te wachten. Even kijken wat ik nou zeg. Oh ja, bij de voorbereiding wat betreft de professionaliteit. Wat betreft de professionaliteit van jouw werkwijze. Is dat ik. Inmiddels fotografeer ik al sinds 2014 voor deze organisatie. Dus ik heb standaard werkwijze bedacht, standaard belichtingsinstellingen. En wat ik ook de laatste tijd heb, of nou niet de laatste tijd, wat ik eigenlijk wel de laatste paar keren, maar dat is nu inmiddels ook al 1,5 jaar zo, is dat ik een backup lamp meeneem, een backup studio flitser. Die zet ik al klaar op het lampstatief. En ik heb 2 draadloze studio trigger sets. En ik heb ook nog een bekabelde, een synchronisatiekabel. Dus dat is een bedraden verbinding. Nou, waarom heb ik die lamp en waarom heb ik een 2e studio flits trigger? Puur als backup. Zodat ik snel kan schakelen. Dat mochten mijn batterijen op zijn van mijn trigger set. Dan kan ik 1. Ik kan of de 2e trigger set erin stoppen. Of ik verander de batterij. Van batterij heb ik natuurlijk ook dan meerdere exemplaren bij me. En dit is gewoon tactisch en professioneel om gewoon je zaken op orde te hebben. En backups te hebben. En daarnaast heb ik in mijn camera heb ik ook gelukkig heb ik daar een 2e kaartslot. Kaartslot nummer 2 is altijd een backup van kaartslot nummer 1. En dit biedt jou als fotograaf gewoon wat meer zekerheid. Mocht er iets misgaan met kaart nummer 1, heb je altijd kaart nummer 2 nog. Ander handigheidje is om bijvoorbeeld als je thuis komt of naar de klus, om kaartje nummer 2 of kaartje nummer 1, in ieder geval 1 van de 2 kaarten, uit je camera te halen.
op een andere plek te bewaren. En dan, ja, en dan pas naar huis te gaan. Dit zijn van die kleine handigheidjes. Waardoor je, ik schrijf heel even het woord handigheidjes op. Want dat woord ga ik ook in mijn titel verwerken van mijn podcast. Op YouTube. Kleine praktische slimmigheidjes, handigheidjes. Ja, tips eigenlijk. Die je na verloop van tijd door je praktijkervaring leert. En het is natuurlijk voor elke soort klus is dat anders. Bij de ene klus heb je ja, misschien hele andere dingen nodig. Dan heb je misschien helemaal niet die backup persen nodig. Omdat de zwaarte, ja dat klinkt wel heel serieus. Maar de, nou heel simpel voorbeeld. Ik had dus een balletvoorstelling gefotografeerd afgelopen woensdag. Of niet de voorstelling, maar de kostuums die de dansers droegen. En er was in feite nog één mogelijkheid. En dat was de dag daarna, dus donderdag, om... Nee, ik fotografeerde dus woensdag. Even kijken of ik het goed uitleg hoor. Ik fotografeerde dus woensdag. Maar daarna was er niet echt meer een mogelijkheid om... mocht er iets misgaan woensdag, dat ik dan een backup dag had om te kunnen fotograferen. En die was er eigenlijk niet, want donderdag, de dag daarna, was de studioruimte was niet beschikbaar. En volgens mij al vrij snel daarna zouden ze gaan toeren in het buitenland. Dus dat is praktisch dan gewoon wat lastiger. Met andere woorden, de verwachtingen dat de foto's gewoon goed lukken, zijn gewoon best wel hoog. Vandaar ook dat ik deze backup systeem heb ingebouwd. Aan de ene kant heb ik dus een tweede geheugenkaart in mijn camera zitten. Ik heb een tweede studioflitser heb ik al klaarstaan tijdens een shoot. Dat ik heel snel kan switchen. En daarnaast heb ik een tweede flitstrigger bij me. Dat mocht flitstrigger nummer 1 defect zijn, dan heb ik altijd nog flitstrigger nummer 2. Heb ik ook nog een bekabelde optie. En ik heb uiteraard verschillende... ja, of extra batterijen bij me. Oh ja, ook niet te vergeten, mocht nou dit allemaal falen, heb ik ook nog mijn reportageflitser bij me met AA-batterijen. Ook weer 2 setjes. Ja, je weet het nooit. Mocht er om wat voor reden dan ook iets niet werken of de stroom valt uit, ik noem maar even iets geks, in een bepaald deel van het gebouw, dan heb ik in ieder geval nog mijn studioflitser. Of nee, sorry, mijn reportageflitser. Dus de camera die op mijn... Nee, sorry, dat is de flitser die op mijn camera gaat. Dat ik in ieder geval nog ja, een zogenaamd operationeel ben. Overigens komt het ook voor dat soms dat bepaalde kleding in een ander deel van het gebouw ligt. Die niet heel makkelijk snel gedragen kan worden door een danser, een danseres. Dus moet ik dan fotograferen op de plek waar de kleding hangt. Ja, en dan moet ik er gewoon met mijn reportageflitser op mijn camera moet ik werken. Want daar is het gewoon te donker om het aanwezige licht te gebruiken. Nou, dat is even het verschil tussen peuters fotograferen en volwassenen. Die reageren gewoon en die luisteren gewoon naar wat jij zegt. Oh ja, heel praktisch gezien. Bij de Nationale Opera en het Ballet fotografeer ik dus eigenlijk 4 foto's. 4 foto's rondom, totaal, van top tot teen. Dus voorkant, zijkant, achterkant, andere zijkant. En 4 foto's close-up. Voorkant, links, linkerzijkant dus, achterkant en rechterzijkant. Dit is vooral van belang, de close-up in ieder geval, als de modellen, de personen die dus de kostuums dragen, dansers of zangers. Als die bijzondere make-up hebben of bijzondere haardracht, dan is het belangrijk dat ook een close-up van hun haar of make-up wordt genomen. En ik heb ja, een snelle manier bedacht om dit voor elkaar te krijgen. Inmiddels ken ik al veel mensen, dus ze weten wat de bedoeling is. Dus ik hoef eigenlijk alleen maar te zeggen, ja, je kan draaien en dan weten ze welke kant ze op moeten draaien. Dus het gaat ook vrij snel. Tot zover even over Nationale Opera en Ballet. Dan even tussendoor. Er zijn momenteel 2 mooie fotografie-exposities. Waar ik in ieder geval naar eentje, waarschijnlijk niet... Nee, sorry, 3 zelfs. Waar ik, nou ja, vanwege de hitte komende week... ik weet niet of jullie het hebben gehoord, maar maandag, woensdag, donderdag...
maandag, dinsdag, woensdag bedoel ik, wordt het volgens mij meer dan 30 graden. En donderdag ook nog, dus het wordt gigantisch warm natuurlijk. En Fotifestival Naarden is vooral buiten, geloof ik. En ik denk dat het heel warm is om daar buiten rond te lopen. Maar goed, het is een van de bekendste fotofestivals in Nederland. Dus mocht je in de gelegenheid zijn, dan raad ik dat zeker aan. Het is tot en met 30 juni en het is in verschillende gebouwen binnen en buiten in Naarden. Dan heb je ook nog een hele mooie expositie van Ed van der Elske in kleur. Hij is natuurlijk heel erg bekend om zijn zwart-wit werk. Maar hij heeft in het Fotomuseum Rotterdam heeft hij een expositie van, hij is inmiddels overleden natuurlijk, een expositie van zijn kleurenfotografie. En die was volgens mij per toeval ontdekt ergens in een huisje op de hei. En daar waren kleurnegatieven of dia's ontdekt. En die zijn allemaal met de hand zijn ze gerestaureerd. En dat is nu te bewonderen in het Fotomuseum Rotterdam. Dan heb je ook nog de World Press Photo expositie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dat is op de Dam en dat is volgens mij tot begin juli. Even kijken, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, nog twee dingen. ja, dat is een beetje stom, maar ik heb mij vanmorgen gesneden bij het scheren. Ik was waarschijnlijk gewoon te gehaast en ik heb mijn scheermes heb ik in een gekke hoek gehouden. Waardoor het mes van het scheermesje ook in een niet zo heel handige hoek zat. En dan heb ik dus een stukje huid heb ik meegenomen. Ja, het bloedt natuurlijk als een rund. Maar morgen zou ik een examen, ik niet zelf, maar wel teamgenoten, een examen Braziliaanse Jiu-Jitsu hebben. En dat is een vorm van grondvechten. Het lijkt het meest op judo. Alleen waar judo, zeg maar, stopt als het op de grond terechtkomt, gaat deze sport juist door. Nou, je kunt je voorstellen dat met zo'n sport waarbij je op de grond ligt, ook met je hoofd. En morgen komen er denk ik meer dan 100 man, misschien wel 150. Die lopen natuurlijk allemaal op de mat. En het is nou niet zo heel fris om dan met een open wond, open schaafwond, open stukje huid wat eraf is, op die mat te gaan liggen. Dat is natuurlijk best wel een link denk ik wat betreft bacteriën en dat soort dingen. Dus ik heb gezegd ik kom niet meedoen met de examentraining, maar ik ga fotograferen. Het is weer een tijd geleden dat ik sport heb gefotografeerd, maar ik heb wel bepaalde ideeën hierbij. Ik ga denk ik flitsen met een wat langere sluitertijd, waardoor je een combinatie maakt van en de beweging bevriezen en ook toch nog beweging in beeld. Dus het wordt wel een toffe serie denk ik. Dus dat is morgenmiddag in Arnhem. Dan heb ik nog ideeën over een nieuw project in de fotostudio. En dat gaat over airsoft, oftewel militaire simulatie sport. Dat is opkomend in Nederland. Het was altijd heel lang verboden vanwege de vuurwapenreplica's die daarbij gebruikt worden. Overigens moet je wel een verklaring goed gedrag aanvragen bij de gemeente als je deze sport wil gaan doen. Ik wil de beoefenaars van deze sport, deze militaire simulatiesport, wil ik gaan fotograferen in mijn studio. Maar ik wil het dit keer wat visueler aanpakken. En visueler in de zin van meer spelen met kleur. Wat ik tot nu toe heb gedaan vooral is fotograferen met of een witte achtergrond of met een zwarte achtergrond. Terwijl je met kleur kun je best wel veel vertellen. Kun je de foto's gewoon wat meer sfeer geven en visueel wat krachtiger maken. En wat ik eigenlijk als idee heb is om zwart, wit, donkergrijs en militair groen, donkergroen te gebruiken. En misschien ook nog wel zandkleurig, want je hebt natuurlijk ook zandkleurige militaire operaties. Of zandkleurige kleding bedoel ik. Dus dan is het misschien wel heel gaaf om daarbij een matchende achtergrondkleur te hebben. Tot zover eigenlijk even de dingen waar ik mee bezig ben. Freelance fotografie, vrij werkprojecten, fotomusea, exposities en wat handigheidjes en eigenlijk van alles en nog wat.
Mocht je zelf ideeën hebben voor een video of podcast, laat me weten in een comment hieronder. Of stuur me een mailtje naar kevin@snapshotdojo.nl en dan zal ik je vragen of vragen zo snel mogelijk beantwoorden. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.